Goedemiddag iedereen. Goedemiddag kinderen, goedemiddag ouders, grootouders, sympathisanten van de school. We zijn bijzonder blij dat jullie op de vooravond van de verkiezingen, van de moeder der alle verkiezingen, voor onze school stemmen. Na het openstellen van onze kleuterschool is het nu de beurt aan de kinderen van de lagere school voor hun optreden. Dit jaar in het thema van superhelden. Met deze blikken we terug op het begin van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden. Toen hebben te veel helden het leven gelaten voor onze vrijheid. Met onze leerlingen deden we reeds heel wat activiteiten in het kader van helden. Naast zichzelf als held leerden ze dat er talloze superhelden hun leven doorkruisen. Vandaar hun eigen verwijzing naar hun helden tijdens het komend optreden. Ze staan ongeduldig te wachten om hun acteertalent aan jullie te tonen. Voor we starten, graag nog iets praktisch. Deze vlaggetjes zijn er om de leerkrachten toe te laten de kinderen een beetje te begeleiden tijdens het optreden. Het zou dus heel aangenaam zijn als jullie rustig blijven zitten. Als iedereen blijft zitten, dan kan iedereen het optreden volgen. Er staat ook een camera het optreden te filmen. We zullen ons best doen om die op de website te krijgen. Maar nu, dames en heren, graag uw aandacht voor de superhelden van Hertussen. A letter for me. I've been standing here waiting, Mr.
Bugle
the boys up on stage. It really brought them down because they couldn't jam. The cat seemed to understand. Because the next day the cat went out and rapped in a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy to accompany me. A toot, a toot, a toot, till he had a toot. He blows it into the bar. Thank you.
Dus ik ben. Pennies, zeg Pennies. Ja. Wat kom jij hier doen? Wie zei jij? Ja, Robin Hood, dat zie je toch? Maar ik ben Robin Hood! Maar dat is toch geen hoed zoals Robin Hood? Dat is een hoed zoals Robin. Maar dat is ook niet mijn enigste hoed. Ik heb ik nog hoeden. Oh, maar ik heb nog veel stoerdere hoeden dan jij ze. Dat zal zijn. De meester Kevin denkt dat hij Robin Hood is. Hier, zeg! Wat vind je hiervan? Jij bent precies een bloemenmeisje. Dat vind ik daarvan. Staan daar bloemen op? Zal ik je een keer een hoed tonen, zeg? Van echte helden. Maar jongen. Zeg precies Prins Carnaval. Prins Carnaval? Hier, zeg. Dat is een echte hoed. Robin Toverhoed. Zo, een lelijke paarse hoed. Ik zal u een keer een echte hoed tonen. Hier zit een hoed van de vikingen. Robin Vikinghoed. Ik heb toevallig de grootste hoed van allemaal. Voilà. En nu gij? Gij zijt precies een clown. Ik zal hier een keer de sterkste hoed van allemaal bovenhalen. Zeg. Ben je nog een wat mee lachen ook? Oei, oei. Is er hier soms een echte Robin Hood? Help! Was een held.
wel. Ik ben een superheld, maar ik heb een probleem. Ik heb heel veel krachten, maar ik heb eigenlijk nog geen goede naam gevonden. Ah, dag Christel. Zeg, ben jij een superheld? Ja, maar ja. Ja, ik zoek een goede naam. Hè. Ja, superheld is maar superheld, hè. Oh, ja. Zeg maar, ons liedje van K3 dat noemt superhero. Misschien moet jij dat gebruiken. Maar dat is misschien een beetje ordinair. Zal het dan eens aan Karen gaan? Ja, ik zal op Karen wachten, ja. Ja. Het is hopen dat die Karen dan met een beter idee komt, hè. Ja. Ik ben benieuwd, ja. Ik ben ook benieuwd. Dat is die rosse zeker. Ah ja, die rosse, ja. Hallo. Dag Karen. Hallo. Zeg, Christel zei mij dat je een naam zocht. Ja, ja, ik ben een superheld en ik heb heel veel krachten, maar ik wil een goede naam, hè. En zij had superhero gezegd, zie je? Ja, 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 ja. Ik had het gedacht. Weet je, Superman. Ga je mee scoren, zeg. Ah ja, nee, dat bestaat ook al. Ja, dat is niet mijn ding. Ja, ik zal het dan aan Josje gaan vragen. Ja, die weet toch altijd al. Maar die is blond, ik ben benieuwd. Een blonde, ja. Ik ben benieuwd. Josje, waar blijf je, zeg? Hallo, zeg! Ik heb gehoord dat jij een superheld bent. Ja, ja, Josje, ja, ja. Ja, ja, ik heb verschillende krachten, hè. Ja, zeg maar, Superman, dat is de naam. Ja, dat klinkt al heel goed, ja. En weet je wat supermannen moeten eten? Nee. Nee? Broccoli! Help! Wat krijgt hij nou? Yeah.
blijft leuk. Ik ga staan wie dan een foto wil pakken. Ja. Mevrouw Hilde, het schooljaar zit er weer bijna op. Hè? Ja, Els, ja, ja. En plezant, dat is mijn zesde keer dat hij zo op school blijft slapen. Plezant, Els, plezant. Oh, ik vind dat ook wel plezant. Oei, oei. Heb jij dat gehoord? Iets gehoord, iets gehoord. Was het iets in het West-Vlaams? Nee. Zou misschien meester Wouter geweest zijn die op zijn bureau nog aan het werken is op dit uur? Maar Els. Het was echt niet raar dat ik hier gehoord heb. Maar juffrouw Hilde, je gaat mij toch niet komen zeggen dat dat hier spookt op school? Zou dat kunnen? Om u gerust te stellen, juffrouw Hilde, zullen we een keer in de gang gaan kijken? Ga jij in die gang en ik zal in die gang kijken. Alleen? Alleen, ah, kom. Voilà. Gesproken. Gesproken? Thank you.
Wat spelen daar? Stom spelletjes, al hetzelfde. Dat is met Donkey Kong en Super Mario. Ja, Donkey Kong die had altijd mijn prinsessen vast. Super Mario Special in level 3. Ja, level 3. Ja, ik raak niet naar level 4. Aha, ik ben wel al in level 4 geraakt. Wat? Nee. Maar hoe komt dat? Hoe doe je dat dan? Veel oefenen. Wacht, ik zal het jullie het horen. Maar let op. Het is niet gemakkelijk. Oh, help. Thank you.
Allee, zie mij hier nu staan. Stek die fototoestellen maar weg, hè. Die zijn van mij. En wat? Ik zie eruit, gelijk jij, maar volgens mij zijn die wat te groot ook. Die vleugels? Allee, zeg, allee, zie mij hier nu staan met die bloemenstaf. En ik dan? Moet ik hier net over? Dat is wel mijn zwaard, hè. Zeg, en is al mijn haar nu van mijn benen? Kijk, en daar droom ik al jaren van, hè. Allee, kom, waar is dat sterrenstof hier van u dat je dat hier snel ongedaan maakt? Hier, in ons kist. Je hebt weer zitten prutsen, hè, met je sterrenstof. Ik heb niets gedaan. Allee, kom, maak dat hier op. Nee, weet je wat, zal ik dat hier wel doen, want jij kunt er hier duidelijk niks van. Zeg, hier in al die vrouwenkleren steken, zeg. Kom, ja, allee. 1, 2, 3. Ha! Hoe dat werkt even? Hey, maar... Nee, dat is mijn sterrenstof ook helemaal niet. Ja, wij zijn hier gesjareld, hè? Dat is hier gestolen? Oh, nee, nu moeten we zo blijven heel ons leven. Oh, help! I don't know where we went wrong.
Petra, allemaal goed en wel. He. Die meester Wouter, heel plezant, een toffe mens. Maar nu moeten wij eens komen uitleggen en ik weet begon niet wat. Nee, ik ook niet. Hokka, hokka, wat is dat? En ja, straks, als al dat volk hier is, dan staan wij hier. Goedemiddag iedereen. Ah, goedemiddag allemaal. Geertrui, volgens mij zoekte jij dan nu best even op uw wifi met dat spellement. Welkom op ons schoolfeest allemaal. We zijn nu toe aan het dansje van het vijfde leerjaar. Geen wifi, geen wifi. Weer al niet, geen netwerk. De oude manier. Hokka met een C of met een K. Hokka, hokka. Ja, nee. Hokki. Maar nee, hokka. Hokka. Hola. Nee. Ajaj. Goed. Help. Dag. Maar allee, dat kan toch niet, hier zo plots in de brie. Maar jawel, dat zijn er toch Jill, Willem en Christel. Heeft Jill nu nog altijd die broek aan met dat scheur op zijn gat? Kus! Ja, en Christel met haar verhaal van Pierke. En Willem met de stringetjes. Zijn we dan terug op bosklas? Ah, waarschijnlijk wel, hè. Superleuk! Ik heb er keiveel zin in. Muurklimmen, rappellen en de apenbrug oversteken. Ja, en speleologieën en bevertochten maken. Ja, en kabels overhoop halen. Ela, jullie zijn wel begonnen, hè? Nee. Wel. Nee. Wel. Nee. Wel. Ik heb honger. Ja, Roos, weg. Gaan we nu nog plezier maken? Hé, ja, kom op. Gaan we nu nog eten? Nee, eerst plezier maken en dan pieke, pieke, piek.
sneller, denk ik. Beste mensen, met de Obelixen van het zesde leerjaar sloten we het optreden af. Ik hoop echt dat jullie ervan genoten hebben en zien jullie graag terug volgend schooljaar met alweer een optreden, maar deze keer van de kleuters en open deur voor de kinderen van de lagere school. Vertrekken hoeven jullie zeker nog niet te doen, want ons oudercomité staat klaar om jullie te bedienen aan de bar of aan het barbecue buffet in de gymzaal. In de gymzaal kan je ook bolletjes verkrijgen voor een eetmaal. Ik wil je nog heel graag hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid die voor ons echt een riem onder het hart is. Zeker en vast voor iedereen die dagelijks met de opvoeding van jullie kinderen bezig is. Je weet ook dat de opbrengst van deze schoolfeesten nuttig gebruikt wordt. Zoals de renovatie van de toiletten die wij hopelijk tegen eind 2014 klaar zien. Tegen volgend jaar zullen we ook jullie kunnen verwelkomen op het schoolfeest in de tuin van het huis dat we recht over de school gekocht hebben. Dus nog heel wat projecten
waar we graag jullie ondersteuning willen. Ik wens jullie heel smakelijk eten. Dank voor uw aanwezigheid en tot straks.